Yes, hij is terug. Terug van weg geweest. En ik ben ook terug van weg geweest. We zitten hier, onze huisfilosoof Sid Lucas. En Sid, top dat je er weer bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Altijd een groot genoegen. Ja, nou, ik heb er al zin in. Ik denk dat het een kleine maand geleden was dat we begonnen te filosoferen over dit item. Ja. En we gaan het hebben over eindbazen. Je hebt het al gezien in de titel natuurlijk. Eindbazen. Vroeger waren eindbazen standaard in videogames. Waarom is een eindbaas belangrijk? Nou, een aantal factoren. Ik denk sowieso om te testen of de speler zich alle skills heeft eigen gemaakt. En of die skills ook goed kan toepassen. Een soort rapport, een soort proefwerk. Precies. Een soort proefwerkweek in je videogame, ja. Ja. Ja, nou, ik heb dus ook cursussen gegeven voor de Volksuniversiteit. Maar dat zijn gewoon mensen die uit hobbyisme iets studeren. En er is eigenlijk nooit een soort afrekenmoment. En als je op een universiteit studeert of een hbo, heb je toch altijd wel een toets of een tentamen. Dan denk ik van, daar studeer ik naartoe. Hè? Ja. En een baas heeft ook zo'n rol. Gewoon een soort examinator, controle. Van, weet jij ook de shit die je moet weten, vriend? Ja, inderdaad. En kun je er wat mee? Ik vind het ook altijd... Ik had er een beetje onderzoek naar gedaan. En ik heb het idee dat de eindbazen heel erg stammen uit het arcade tijdperk. Hè? Toen had je die retro 8-bit dingen. En toen was een game echt ontworpen om je het gevoel te geven, om je niet al te lang te laten spelen, zodat de volgende er een kwartje of een gulden in kon gooien. En het moest ook steeds snel moeilijker worden. En eindbazen waren een hele natuurlijke manier om je een barrière te geven waar je niet makkelijk overheen kwam. Dus dat mensen ook geld erin bleven gooien in de hoop die baas te kunnen verslaan. Ja, daarom. Want als je een schier eindeloos hoeveelheid vijanden krijgt, dan had je zoiets van, ja, op een gegeven moment, je stopt met spelen. Maar een eindbaas is een top van een berg die je moet beklimmen. En heeft ook echt een duidelijke authenticiteit, een charisma, een persoonlijkheid. En denk, ja, ik wil dit toch wil ik hier voorbij komen. Ja, en ook gebaseerd op wat jij net zei, van vergaarde skills in de praktijk brengen. Maar dat kan ook letterlijk zijn vergaarde, weet ik veel, je ruimteschip opgeleveld. Ja. Dat je sterk genoeg bent om zo'n eindbaas uit te schakelen. Dus ik heb het idee dat het een soort reliquie is uit de jaren 80, toen dat soort videogames hoogtij vierden. Ja, en ook wat er ook bij komt, want we hebben het wel tegenwoordig dat games een beetje te pluizig zijn geworden of te lief voor de spelers, want iedereen moet het kunnen spelen. Je oma van 80 moet het kunnen uitspelen, anders wordt de doelgroep is dan te klein of zo. En vroeger lag er nadruk ook op het vernederen van de gamer. Ja, als je het gewoon niet goed deed, werd je gewoon vernederd. Ja. Denk aan Shao Kahn, Mortal Kombat. Ja. That was pathetic. Ja. Don't make me laugh. Terwijl die je nog wiebelende ruggengraat in zijn hand heeft, inderdaad. Maar dat, kijk, dat vernederen, dat ik denk dat je een poging is van de maker om je uit te dagen om het nog een keer te proberen. Ja. En het leuke is dat het is een gameplay mechaniek die de tand des tijds heeft doorstaan. Ja. Want vroeger waren ze vanzelfsprekend, die eindbazen. Bijna elke game had een eindbaas. Ja, absoluut. En vandaag de dag is het natuurlijk wat zeldzamer geworden. Maar ja, laat ik zo zeggen, ik heb jou bezig gezien met... Ghost of Tsushima, wou ik zeggen, maar met Sekiro. Ja. En daar, nou ja, goed, ik heb het idee dat elke tegenstander een eindbaas is in Sekiro ongeveer. En daar zag ik je echt een half uur lang bezig om een of andere eindbaas af te maken. En ik dacht van ja, dat is dat eindbaas ding, weet je. Dat is dat dansje wat je doet. Eigenlijk snap je de manier hoe je moet uitschakelen, snap je al gelijk. En Sekiro die tergt je en die zegt van, maar je moet dit een half uur lang volhouden. En dan pas heb je gewonnen. Ja. En dat... Ja, ik durf echt wel te zeggen dat Sekiro eigenlijk wel de moeilijkste game is die ik me kan herinneren. Dus... als je dus kijkt naar Dark Souls en zo, dan zou ik zeggen, ja, Bloodborne, mwah, is wel makkelijk. Mm-hmm. Dan heb je dus de Dark Souls wel wat moeilijker, maar oké, sommige moeilijker dan andere. Ik vond de Demon's Souls aanzienlijk moeilijker dan Dark Souls. En dan heb je natuurlijk Sekiro, maar het is toch echt weer een stapje hoger. Ook moeilijker dan Nioh ook. Met Nioh kun je nog wel veel over dingen heen levelen. Mm-hmm. Maar Sekiro echt over dingen heen levelen, ja, je kan een paar skills aanleren. En dat is het eigenlijk wel. Ik heb voor die baas waar jij het over had... Dat is die baas die echt in het midden van het spel dan komt. In het kasteeltje van de keizer, die halverwege dan komt. Ja, kijk, ik kwam er gewoon niet langs. Dus ik heb gewoon alles gegrind wat het te grinden viel. Dus ik heb het hele level doorgegaan, het hele spel, om alle healing gourds te vinden. Hè? Dus dat je meer healings krijgt. En ook allerlei prayer beads, hè? Dat je stamina wat kan upgraden. En ik heb alles geleveld wat ik maar maximaal kon levelen. Mm-hmm. En, met andere woorden, je hebt alles geleerd om het examen te doorstaan. Ja, en ik vind het ook dat ik het best wel innovatief had gedaan.
Ik had een eigen manier uitgevonden om hem te doden. Ja. Dus ik had allemaal guides gekeken op YouTube. En van ja, maar dit is niet echt mijn ding. Ik wilde uiteindelijk zelf een manier gevonden om het te doen. Ja. Ja. Nee, ja, ik denk dat je gelijk daarmee een ode hebt gebracht aan de eindbaas. Want ja. Was vroeger natuurlijk een... hoe zal ik het zeggen? Dat was gewoon een gegeven in al die games. Ja. Ik vind dat je hem nog steeds veel terugkomt. Wat zijn jouw... Je hebt een lijst. Ik heb een bazen top 10. Een bazen top 10. Zullen we daar doorheen? Daar zullen wij maar eens bij beginnen. Ik denk bij top 10. Hè, dus dat is de Gray Fox van de Metal Gear. Ik wou al zeggen, dat vind ik heel vet. Ja, Gray Fox was... ik vind sowieso dat er heel veel bazen zitten in deze Metal Gear. Het is eigenlijk... Ja, een van de meest charismatische bazen. Maar ook, anders werd het filmpje wat lang, maar ook hoe het er naartoe leidt. Dus je ziet ook dat Snake door een gang sluipt, waar allemaal soldaten lijken liggen. En dan krijgt hij een soort van visie van wat hier nou gebeurd is. En dan zie je dat die Gray Fox, die heeft een soort stealth, hè, een soort onzichtbaarheid. En die gaat overal doorheen en met zijn zwaard hakt hij de mitrailleurs in tweeën en hij ketst de kogels af. En de soldaten hebben nauwelijks schip op wat er gebeurt. En die worden gewoon in stukken gehakt. En nou, dan zie je dus overal die dode soldaten liggen. En dat bouwt eigenlijk al een stukje spanning op voor het gevecht. Ja, ja, ik vind wat ik aan Metal Gear Solid zo goed vind, is dat het een combinatie is van voor die tijd gloednieuwe gameplay. Namelijk, het was echt een 3D-wereld. En ja, het was een soort super spion en die basis aan het infiltreren. Hoe dat al begon met dat duikpak waar je dan naar boven zwemt. Ja. Maar wat je hier ook had, is dat, ik weet even niet meer welke het was, maar er was een eindbaas en dan moest je de controller... Moest je, Psycho Mantis. Ja, Psycho Mantis inderdaad. En die controller ging dan bewegen. Nou, ik bedoel, fucking geniaal dat, dat er gameplay doen, uit de console kwam naar je woonkamer. En wat je kon doen is de controller uit de socket halen en in de andere socket stokken, omdat hij dan niet kon lezen. Ja. Dus de baas kon je input readen, maar alleen als je hem in socket 1 had. En als je hem in de tweede speler deed, kon hij niet meer lezen. Ja, het is geniaal. Ja, geniaal. Wie bedenkt zoiets? Nou, iemand. Absoluut. En dat was hij, Kojima natuurlijk ook. Dus dat was een hoogtepunt. Ja, maar toch wel een beetje gimmicky. En ik vond het personage van die Gray Fox toch wel beter uitgewerkt, ook met zijn backstory, dat hij op een gegeven moment ook op het allerlaatst zegt van, weet je, fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believe in. Dus ja. Hij heeft ook echt zo'n morele boodschap die je mee wil geven. En dan wordt hij platgedrukt onder die mechanische dinosaurus. Ja. Ja, en dan, maar hij heeft wel zijn leven echt gegeven voor het hogere doel. Ik vind moraliteit in videogames is altijd hilarisch. Dat is geweldig als dat gebeurt. Ook omdat het als mensen dan doodgaan of personages gaan dood in een videogame en ze zijn... Dan dat voelt altijd beter of zo. Of treuriger of heftiger. Er moeten mensen doodgaan. Ja, daarom. Maar als er zomaar iemand doodgaat, dat betekent niks. Maar als iemand ergens voor geleefd heeft en ergens voor stond, en dan wordt hij plat gestampt door een mechanische dinosaurus. Dat is precies. Vet. Dat is echt vet. Ja. Ja. Cool. Nou, volgende maar, baas. Ja, nummer 9. 9. Heb ik Cabal Core Defender heb ik genomen. Uit de Tiberian Sun Firestorm. Maar dat is een van de weinige RTS-games met een eindbaas. Ik wou al zeggen, dit is mij volkomen ontgaan. Ik was het vergeten. Ik had hier nooit meer aan gedacht totdat als jij dit niet gezegd had. Ja. Ja, ik vond het wel heel uniek, want je hebt natuurlijk eerst Tiberian Sun. En toen is een half jaar later is de expansion verschenen, de Firestorm. Die ik vond echt... Als je dus kijkt naar een RTS-game en hoe een RTS-game vervolmaakt kan worden, vond ik echt dat de Firestorm en de campagne, het verhaal echt briljant was. En het echt vervolmaakte als product, het Tiberian Sun. Ja. En het leuke is dat er op het allerlaatste ook een eindbaas is. En dan is het zo van miscalculation and enemy capability, compensation initiated. En dan denk je van, wat is dit nou? En dan? Ja. Krijg je de eindbaas. En dan heb je de eindbaas. Ja, maar eigenlijk moet je in dit level moet je 3 van speciale radars infiltreren. En als je dat doet, dan komt de eindbaas. Maar ik had ontdekt dat er zijn bepaalde wapens die door het schild van Cabal kunnen heen schieten. En dat zijn bijvoorbeeld de Devil's Tongue en de Disruptors en zo. Die kunnen met vlammenwerpers en met Sonic. Omdat er sommige wapens een soort area effect creëren, kun je dus door het schild heen. Ja. Dus als je dat dus doet, kun je die radiostations kun je ook negeren. En dan kan je met 40 Devil Tongues er naartoe en dan kan je het Cabal Core ook damagen, tenminste. Dus die Firestorm Generator kun je ook damagen van achter de firewall. Tof. En zo zijn er allemaal dingetjes die je kan doen om het baasgevecht te versnellen. Ja,
Nou, vet. Dat, ik moet je zeggen, ik realiseer me ook, dit is natuurlijk alleen de singleplayer mode, deze eindbaas. Ja, helaas niet in de multiplayer. Nee, ja. Daarom, dat zou lachen zijn als je alleen maar dat soort eindbazen kon bouwen. Ja, maar volgens mij zijn er wel games die dat hebben geprobeerd. Nu ga ik heel obscuur in mijn geheugen graven dat er KKND was, hè, Crush, Kill and Destroy. Hm. Dat je dan bijvoorbeeld bepaalde sluizen had in het battlefield en dat er een engineer was. En die kon die sluis ontgrendelen. En dat kostte dan een minuut. En dan krijg je een soort area of control effect. Hè? Dus dan gaat iedereen proberen om de engineer gauw kapot te maken. En als dat dan lukt, dat er daar ook een soort superunit uit die sluis naar voren kwam. Ja, ik kan me er niets meer van herinneren. Maar basisschool heb ik dat ooit. Ja, dat is lang geleden. Moet echt diep graven. Maar ja. Dat concept is volgens mij wel een keertje geprobeerd. Natuurlijk de experimentals van Supreme Commander. Heb je natuurlijk experimental. Ja, ik denk dat vind ik misschien wel een van de voorbeelden van eindbaas, maar meer. Ja, er zijn er meerdere, dus ze testen meer je verdediging. En dat is hier natuurlijk in deze game ook. Mm-hmm. En dat vind ik er leuk aan. Dat op het moment dat je een strategy game waar ik hou van het bouwen van steden, verdedigingen, fortressen, whatever. En die moeten getest worden. Ja. Eerst door tower, legers. Tower defense achter. Ja, een beetje dat idee inderdaad. Ja, daar zit het, daar lijkt het een beetje op. Dus wat dat betreft, ja, interessant. Ik had niet gedacht dat er strategy games waren met eindbaas. Ja, en in StarCraft 2 zijn ze ook. Okay. In de Zerg expansion. Er zijn een aantal expansions gemaakt. De eerste was Terran en er is nog een keer iets van de Nova Ghost iets bijgekomen. Maar in de Zerg-campagne heb je dus wel bazen. Maar dat zijn dezelfde, dat zijn gewoon personages met een verhaal en extra krachten. Maar het zijn een beetje baasachtig. Ja, maar dit is wel het meer ultieme. Ja. Ja, ik weet in StarCraft heb je ook die zombies levels en dat soort dingen. En dat, ik vind altijd dat een zombie hoort, kan ook een eindbaas zijn. Dat vind ik tenminste nu in Days Gone. Heb ik het gevoel dat ik daar met eindbazen aan het strijden ben. Terwijl het is een horde van 500 zombies. Ja. Maar je bent er letterlijk mee aan het battelen alsof het een eindbaas is. Je moet echt snappen hoe het maar werkt. Maar dat Days Gone, ik dacht het zal best wel episch worden, want 3 jaar geleden was er al een epische trailer van Days Gone, van iemand die door een houthakkerskamp rent en met molotov cocktails honden en zo. Het zag allemaal gelikt uit. Ja. En nu hebben ze 3 jaar lang de tijd. Nou, toen was dat al best wel hoog niveau, maar iedereen zegt van het was toch crap eigenlijk, Days Gone. Het werd best wel slecht beoordeeld. Ja, het is ook best wel slecht. Jullie waren er ook wel wat zuur over of zo. En ik van, is het nou crap of wat is het nou? Het is crap. Het is absoluut het is een slechte game. Maar wat het ding is, ik hou echt heel erg van zombies. Als je van het zombie genre houdt. Ik speel alles met zombies. Als er zombies zijn, dan moet ik het spelen. En ik kan ontzettend genoegen halen uit de mindlessheid van de zombies en ze dan met bosjes tegelijkertijd afslachten. En dat is een simpele functie. Dat maakt een game niet goed. Dat is alleen Wat je zelf leuk vindt. Ja, sorry, wat zijn nou de impact van de wapens op die beesten? En ik keek het een beetje op YouTube en ik was er niet zo van onder de indruk. Nee, maar het is ook andere kant, andere mensen van misschien ga ik het nog een keer spelen. Je haalt hem uit de budgetbak. Als hij daar voor €20 ligt, dat is de moeite waard. We'll see. Nou, dan gaan we verder naar, dit moet natuurlijk erin komen. Baas nummer 8. Shao Kahn. Oh. Dat moet natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken. Hè. Dat is zo'n jeugdsentiment. Omdat je ook een eigenlijk de fighting, het fighting genre. vet. Kijk, mijn fatality. Ja, het fighting genre is daarin zijn eindbaas. Wordt gewoon extreem uitgelachen en gewoon vernederd. Ja. Kijk, hij heeft een goede slavin rond. Ja, precies. Om onder hem door kronkelen. Ja, dat kan dus niet eens meer van achteren. Een beetje warlord hoort dat toch te hebben, Boris. Dat vind ik ook. Absoluut. Ja, een warlord moet slavin hebben. Ja, anders is het geen warlord. En heb je die game veel gespeeld? Ja, maar als kind al helemaal. Hè? Als kind Mortal Kombat 3 op de Sega, weet je. Ja, dat was al een ding, joh. En, hoe oud was je toen? Groep 5, groep 6 of zo, groep 7. Maar dan ben je toch echt wel jong om een game als Mortal Kombat te spelen. Je ouders waren niet zoiets van weet niet, maar dit is 18+. Maar het ding was wel, maar eigenlijk om heel fout. Ik had ook al de films Terminator en Terminator 2 in groep 3 al. Op je had de grens al opgeschaald. En je moeder had niet zoiets van die slavinnen die daar rondkronkelen. Dit is natuurlijk Mortal Kombat 9 of zo. Hè? Dit is echt in 2010 uitgekomen. Oh ja, oké. Okay. Echt, Mortal Kombat 3 is echt gewoon episch lang geleden alweer. En dan heb je een Motaro natuurlijk wel heel lastig. Maar ik had ontdekt, en als je in het midden van de kamer gaat zitten en je gaat op je knieën zitten. Hm. En Motaro komt en je doet de uppercut. Dan kan je hem ook zo verslaan op een lame manier. Okay. En Shao Kahn had ik ontdekt, kan je met Sub-Zero kan je bevriezen. En dan kan je iedere keer een combo doen. Ja. En dat was een ding. Maar als kind ben je heel trots als zoiets lukt natuurlijk. Hè? Want, maar nu, ik vond deze echt moeilijk. Ik speelde op hard of zo, of weet ik veel wat. Niet uber extreem moeilijk, maar toch wel een van de wat hogere moeilijkheidsgraden.
Toen deed ik wel echt wat serieus wel dik anderhalf uur over dat ik die Shokan voor de eerste keer verslagen had. Want die blijft ook maar speren, spammen en hij blijft maar hamers gooien. Ja. En ik denk, what the fuck, ik kom er gewoon niet door. Maar toen had ik bedacht, Kratos. Hè? Want je hebt dan Kratos van God of War en die heeft het gouden vlies. En dat is een move waarmee hij alles kan terugkaatsen. Dus dat iedere keer als Shokan iets naar je toe gooit, deed die ability activate en dan kaatst hij alles terug naar Shokan. Maar je hebt hem niet met andere personages verslagen. Ja, uiteindelijk wel. Ja, dat heb je door op een gegeven moment. Op een begin precies. Maar ja, alles probeerde ik en niks lukte, want die bleef maar die dingen spammen. En dat gaat met zoveel priority overal doorheen. En denk van ja, dan moet ik me iets bedenken wat totaal leem is. Leem met leem bestrijden ben ik altijd groot voorstander. Ben ik altijd groot voorstander. Nou, je hebt er nooit in arcade gespeeld? Nee. Nee? Ja, ja, het enige wat ik op arcade gespeeld heb was als kind Metal Slug. In de camping. De camping in Spanje. Shoot'em-up, ja. Nee, fantastisch. Ja. Over eindbaas gesproken in shoot'em-ups. Daar zijn ze echt geboren eigenlijk. Daar is de eindbaas. We gingen dit doen en ik probeerde me een beetje te bedenken wat mijn favoriete eindbaas was. En ik kom eigenlijk voornamelijk heel erg bij de shoot'em-ups uit. Omdat ze daar zo, weet je, dan ben je sterk als vliegtuig en dan doemt er uit de wolken, of weet ik wat, doemt er een gigantisch ding op met raketten en shit. Ja. En dat vond ik toch altijd wel heel vet, weet je, dat tot op de dag van vandaag, want het wordt nog steeds shoot'em-ups gemaakt. Die dat genre is zo tijdloos. Ja, tijdloos, maar ook hoe noem je dat? Trouw gebleven aan zijn roots. Aha. De shoot'em-up is niet echt veranderd door de jaren heen. Dat vind ik heel tof. Maar goed. Nou, vroeger moest je healthpakketjes oppakken. En nu is het, je leunt even tegen een muurtje en je bent weer geleden. Nee, maar ik bedoel echt dat vliegtuigje wat vliegt en schiet op die andere vliegtuigjes. Ja, 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 ja. Dat is ja, die shoot'em-up. En of het nou een ruimte is. Ikagura-achtige dingen is uit. Nou, we kunnen straks even naar beneden gaan. Dan kan ik je een paar laten zien hier in Blast en Galaxy. R-Type en zo. De R-Type was volgens mij zijn ze een nieuwe R-Type weer aan het maken. Ja, R-Type was een sidescroller natuurlijk. Dat was net even wat anders, maar het was wel een vette shoot-em-up inderdaad. Okay. Ja. Nou, volgende baas. Cool. Of wil je nog iets zeggen, Jeroen? Nee. Nou, dan gaan we door naar baas nummer 7. Heb ik Dark Samus. Van Metroid. Ja, inderdaad. Van Metroid gekozen. En dit is ook nog eens een keer een versie die je alleen maar haalt als je een aantal dingen goed uitspeelt in het spel. Van de hele Metroid trilogy op de GameCube. En de laatste was ook op de Wii verschenen overigens. Is dit degene die ik helemaal heb uitgespeeld. Met alle unlockables. Nou, je had toen nog geen achievement. Maar je kon wel vijanden scannen. En als je alle vijanden had gescand, dan kreeg je een speciaal filmpje op het einde. En ik vond dit deel 2 vond ik ook de allerbeste. Mm-hmm. Van de drie Metroids. Ik vond ook het concept licht tegen duisternis vond ik heel goed uitgewerkt. Ja. En de Dark Samus. Dus eigenlijk iemand die gewoon een kloon van jezelf heeft. Ook alle powers die jij hebt. En eigenlijk daarmee ook je identiteit probeert te stelen. Vond je dit de beste Metroid? Ik vond dit de beste Metroid. Ja, ik ook, denk ik. Dit was GameCube, hè, zei je al. Ja, en het had ook multiplayer. Dus je kon het met je vrienden ook spelen in splitscreen. Ja. Dat maakt het ook wel uniek. Super cool was dat inderdaad. Ja, ja ik weet en dat veel gespeeld. En deze game kwam uit en ik weet dat het was echt een weet je wat Mario 64 was op de 64? Maar dat was kiddie en dit was niet kiddie en dat maakt het goed. Nintendo durfde in deze game niet kiddie te zijn. Ja, nou dat is inderdaad, voor die tijd was dat on-Nintendo-achtig. Nu misschien niet meer zo erg, maar het ziet er namelijk nog steeds kiddie uit als ik het zie. Ja, dat is waar, maar het is en blijft Nintendo natuurlijk. Daarom inderdaad, ja, ik heb er wel warme gevoelens bij. Vet. Ja, ik ook. En ook omdat die Metroid, die had eigenlijk maar 2 confrontaties, maar er was nog een derde confrontatie en die kreeg je dus alleen als je echt goed was en alles echt goed deed. Ja. En dat maakt het ook des te epischer. Vind je dat eigenlijk zijn alle Nintendo games op een bepaalde manier heel erg doordrenkt van level bosses? Zelda is misschien een serie die wat vrijer is, die dat iets minder heeft. Dat is juist het major level. Elke dungeon heeft toch een boss. Ja, ja, als je op die manier kijkt. Moet ik eerlijk wel zeggen dat ik echt heel erg ben blijven hangen bij Ocarina of Time en bij wat daarna nog met Majora's Mask. En dat was het eigenlijk wel. Ik vond het inderdaad te kiddie worden. Wind Waker heb ik nooit meer uitgespeeld. Ik vond het te kiddie. Oh, nee. Dat vond ik er was toen, dat is een van de ergste dingen in de videogamemachines. Want nadat ze dus klaar waren met Majora's Mask, is er een keer een trailer verschenen, dat nog steeds op YouTube staat, waarin je een hyperrealistische 3D-Link in een zwaardgevecht hebt met Ganondorf. Okay. En dat is echt heel mooi 3D, echt prachtig gemaakt. En ik van ja, zo gaat het worden, weet je. Dat het nog 3D en nog realistischer gaat worden. Dat was een tech-demo, was dat? Dat denk ik wel. Ja, dat was een tech-demo voor de Switch, volgens mij. Die heel ver voor de Switch uitkwam. Ja, maar dit gaat het worden. En toen kwam dat cartoon in van nee, laat maar. Ja. Ik weet niet meer wat dat was. Misschien is het niet de Switch. Misschien ik heb toen wel Zelda Twilight Princess nog gespeeld. Maar ik had echt het idee dat het niet helemaal af was. En dat er
dat er ook dingen heel sprongen echt in het verhaal gemaakt werden. Ja, nou, ik vind de Zelda, ik vind bijvoorbeeld de Mario level bosses, vind ik echt de klassieke level bosses. Omdat Mario ook echt zo'n klassieke platformer is. En daar horen die level bosses bij. Nintendo heeft eigenlijk, net als Donkey Kong. Donkey Kong is eigenlijk van level boss. Want het was gewoon een Mario game waarbij Mario naar boven springt. En die aap die staat daar op die stellages. Met Princess Peach die dingen naar beneden te gooien. En hij heeft het ver geschopt. Want hij is van level boss naar zijn eigen videogame gegaan eigenlijk. Ja. Zijn er andere level bosses die zijn geëvolueerd naar videogame personages? Ja, ik denk het wel. Maar dan moet ik. Dat is een Super Smash Bros. Toch? Er zijn heel veel figuren als King, Dedede, Meta Knight en toch eigenlijk van level bosses. Ja, Wario, Donkey Kong dat is het perfecte voorbeeld. Wario natuurlijk. Ja. Ja. Dat is echt een goed spel. Op de Game Boy speelde ik dat. Super Mario Bros. Niet Deluxe, maar Super Wario World. Ja. En daar waren uiteindelijk 3 delen van gemaakt. Ja. En die speelde ik op de Game Boy als kind. Maar waar is Wario voor het eerst geïntroduceerd? Dat was een Super Smash. Ja, dat was eigenlijk als een deel in de Mario-serie. Maar Wario was... Iedereen werd een beetje getrold. Ja. Want iedereen verwachtte dat Mario het hoofdpersonage zou zijn. Maar het bleek Wario te zijn. Ja. Oh, wat grappig. Ja, tof. Het was wel echt een coole game. Je kon geld verzamelen en dan afhankelijk van hoeveel geld je had verzameld, kreeg je of een vogelhuisje of een heel kasteel op het eind. En dat is wel, vond ik wel leuk. Ja. Ja, Nintendo is een level bossig bedrijf, denk ik. Ja, absoluut. Wie staat er op 6? Op 6 heb ik Alma uit Ninja Gaiden. Oh, jezus, vet. Ja. Over moeilijke games gesproken trouwens. Ja, dit is toch echt wel een hele goede game. Het is hoe het in elkaar zit. Hè? De atmosfeer, level design, vijanden design, combat design. Echt, ik vind deze game is eigenlijk echt gewoon een pareltje. Ik vind echt een hele goede game. Heel vaak gespeeld ook. Ik heb hem toen op... Wat is het? PlayStation 2, hè? Ja, ik heb hem op Xbox gespeeld. Ik heb speciaal een Xbox gekocht om het te spelen. Ja. Niet het eerste jaar hoor. De Xbox was al redelijk in de uitverkoop toen. En toen heb ik later nog eens een keer PlayStation 3, Ninja Gaiden Sigma nog een keer. Ja, natuurlijk. Dat was die reissue inderdaad. Ja, nee, maar het was als Xbox. Ja, en ik had hem op hard mode uitgespeeld ook nog eens een keer. Eerst op gewone mode. En dan kan je nog een keer spelen. Ik heb hem op hard mode ook uitgespeeld. En toen kreeg ik een E-Lot. Dat is altijd. Ja, de Yellow Light of Death. Oh, jezus. Al je data dood. Jezus. Ja. Dat had je op de Xbox. De Xbox 360 was dat toch? Nee, dat had Red Ring of Death. Maar op de PlayStation 3. Ja. Oh ja. Dat heb ik nog een paar keer laten solderen. Door een amateur die dat doet. Maar, toen was het klaar. Dan kan je nog eens een halfjaartje door. Maar dan is het er op een gegeven moment klaar. Ah, die kutconsole. Ja, toen heb ik een nieuwe gekocht. Maar toen ik had al mijn data op een harde schijf gezet. Dus het was in principe wel overdraagbaar. Maar ja, kijk. Ik ben niet iemand die zo makkelijk daarmee gaat zitten kutten. Nee. Dus ik heb nog steeds een oude PlayStation ergens staan. Met allemaal data. Die wel, ook leuke foto's die ik nog had gekregen van mensen en zo. Maar ja, als iemand het op een dag gaat datamine of zo in de toekomst. Wie weet dat er allemaal nog... Staan 100.000 bitcoin op. Ja, nou geen bitcoin. Okay. Allemaal statistics van oude games. Zoals safe games, oude safe games. Daar zou een goede dienst voor moeten zijn. Dat. Want ik vind dat wel interessant. Want ik heb wel zelf zeker bij dit soort games... je speelt het één keer en that's it. Ik zou er niet aan moeten denken om dit nog een keer te spelen. Maar ik vond het zo'n perfect mooi spel. Ja, maar ik ga er gewoon niet... Laat ik zeggen, misschien leuk om op te starten. En dat heb ik met alle oude retro games ook dat ook. Leuk om op te starten. Oh ja, dit was het. En dan zet ik het weer uit. Klaar. Ik kan gewoon niet meer opnieuw nog een keer die rabbit hole door wat die games waren. Want het was zo'n tijdvreterij. Ik heb... Ja, maar kijk, je bent nou... Hè? Kijk, dat is ook een beetje het probleem met als je leven en je baan op videogames gebaseerd is, denk ik. Kijk, voor mij is het natuurlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. Maar je bent jong en dan is alles nieuw en alles is episch en alles is vet en je hebt er veel tijd voor. Want je bent jong en je gaat dan serieuze dingen beginnen. Je hebt een baan, je hebt een gezin en dan ga je anders naar je tijdinvesteringen kijken. Ja. Dus als je studeert en ik van het is vakantie, ik heb zin om deze game nog een keer uit te spelen. Nou, waarom niet? Wat houdt me tegen? Maar als je een gezin hebt, of ik ga... een uurtje factuurtje schrijven, weet jij veel. Ja, dan wordt het lastig. Dus dat vind ik ook een beetje probleem met welke plaats geef je gamen nou in je leven. Kijk, ik heb voor mezelf gewoon gelukkig besloten. Ik ben altijd zo druk aan het denken en aan het filosoferen. En mensen sturen me appjes en artikelen. En ik ben aan het lezen. En ik heb nog stapels boeken liggen. En ja, daar word ik net er gek van. En game is eigenlijk een van de weinige dingen waar ik even aan niks anders denk.
Ja, dat herken ik heel erg. Maar het kost, laat ik zo zeggen, het is bijna een soort meditatie ook. Ja, vind dat ik wel. Ja, dat heb ik ook. Ook maar als ik iets aan het lezen, artikel of zo, denk ik van nou, om de drie alinea's toch even kijken of iemand hier wat geappt heeft. En eigenlijk is dat funest voor je concentratie. Ja. Maar bij game heb ik dat dus niet. Dan interesseert me niks dat mensen aan het appen zijn. Hè? Dus noodsbelt de Tweede Kamer, boeit me niet, ik wil die baas dood. Man. Omdat je je serotonine shot krijgt. Dat weet ik niet. Dat is voor mij ook een matter of principle. Nee, maar dat is hoe het werkt. Als jij die eindbaas verslaat, ja. dat is gewoon echt een shot serotonine. Waar je gelukkig van wordt. Ja. En dat het is hetzelfde als dat je een appje of een like of weet ik veel wat krijgt. Dat is dan een soort van op microniveau. En zo'n game doet dat ook. Ja, maar ik ben daar wel een beetje toch wel. Kijk, een like, wat koop je ervoor? Weet je, dat is toch wel. Dat is wel leuk. Maar het is fysiologisch. Maar wat koop je ervoor? Ja, niks. Maar het is een fysiologisch effect. Het is gewoon een soort van. Het is een complimentje. Je krijgt een complimentje. Yes, ja, shit. Ja, leuk. Ja. Goed gedaan, kerel. Ja. Nou, dat is toch even fijn. Op een gegeven moment ga je gewoon zitten wachten op de complimentjes. Nou, deze game, die doet dat in feite. Ja, maar ook. Ik ben er heel principieel in, want ik was ook dus ook Dark Souls 2 en dan heb je op een gegeven moment King Vendrick en The Dragon. En die hebben allebei een soort, nee, The Dragon die heeft een soort drakenessentie in zich. En dat heb je nodig om King Vendrick makkelijker te kunnen doden. Maar ze zijn allebei super moeilijke bazen. Want die draak die vliegt gewoon de lucht in en die gooit een vuurstorm over het platform en alles is weg. En je one-hit, wel net KO wat je ook doet. Maar er zijn er wel weer speciale gears die je aan kan doen om die fire damage een beetje te reduceren, maar dan heb je weer bepaalde de heaviness van die equipment. En dan moet je hele speelstijl aanpassen. En als dat niet je natuurlijke speelstijl is, dan is het kut, weet je wel. En dan heb je King Vendrick, en is een beetje hetzelfde verhaal. En ik heb gewoon net zo lang geleveld. Ik heb gewoon serieus gewoon een maand niks gedaan. En dan levelen. Totdat ik genoeg HP had om ze gewoon te tanken. En zo heb ik ze gewoon neergehaald. Ja. Ja. En toen ik dat gedaan had, had ik zo'n voldoend gevoel. Nou, ik moet zeggen, ik heb bij heel veel van die level bosses dat. Laat ik zo zeggen, je moet het trucje door hebben. Dan je kent hun zwakke plek. Op een gegeven moment heb je het trucje door en dan is het een kwestie van het uitvoeren en klaar. Maar wat je zelden ziet, is dat er een soort puzzelelement in zit, waarbij er een soort intellectuele uitdaging gevraagd wordt. Ja, maar dat is dus wel bij die Dark Samus bos. Want daar heb je steeds met je vizier en dat die weer infrarood is of ultraviolet. En dat je dan weer je vizier moet wisselen. En dat die soms kwetsbaar is voor raketten. En soms is die kwetsbaar voor plasma. En heb je weer lichtbeams en je hebt weer dark beams enzovoort. Ja. Dat vond ik wel het intelligente aan die metro. Ja, nee, het wordt een ingewikkeld. De opties zijn er. Het zijn vele opties. Dus is het wat ingewikkelder om te begrijpen wat het is. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld waar we het hebben over over Metal Gear. Ja. Dat je die controller uit die ene poort in andere. Is wel, mooi, dat is echt iets. Iets nieuws. Ja, maar dat verzin je als je op de fiets zit naar de supermarkt. Zo. Ik zeg maar wat. Ja. Weet je, je bent er niet meer bezig precies van. Zou dat kunnen, weet je? En dan, ik wil uiteindelijk 9 van de 10 mensen hebben het gewoon gelezen of gehoord of weet ik veel, hoor het van vriendjes, whatever. Maar dat het idee dat het op die manier werkt, ik vind dat altijd heel tof. Maar dat is ook wat in strategy games natuurlijk aan de hand is, dat je juist, het is een soort schaakspel. Ja. Er is niet één bos. Je bent met een situatie bezig die je probeert te controleren. En dat, ik wil dat vaak wat meer terugzien levelbossen. En dat, levelbossen zijn wat dat betreft ook een beetje oldschool natuurlijk. Ja, maar wij zijn oldschool. Daarom, inderdaad. Goed. Omhels je oldschool nu. Ja, waar waren we gebleven? Bij 5. Kijk. Guardian Ape. Dat was de volgende baas. En Sekiro. En toen ik hier dus kwam, en van, oh, het was een baasgevecht. Ik werd er een beetje overrompeld. En ik deed best wel goed. Dus toen ik dit voor de eerste keer speelde, nou, oké, ik ga niet roekeloos erin. Hè, dus ik deed mijn best om de baas ook echt te verslaan. Ja. En het lukte ook. En ik had nog best wel een beetje held over. Ik ben best wel trots op mezelf, weet je. Want, nou, oké, ik kom die baas. Je hebt hem in de eerste keer verslagen. Ja, dat dacht ik dus. En dat vond ik nou echt het briljante. Ja. Dat vond ik echt. Ik dacht van, nou, weet je, niet slecht gedaan. Zit, nou, best wel goed dat ik de baas in één keer verslagen heb. En wat er dus, nou, Shinobi Execution, dus je weet, het is gedaan. Dan denk je van, nou, oké, wat gaat er nou dan gebeuren? En dan gaat het toch verder. Vet. Hij deed maar alsof hij dood was. Ja. Heeft hij een zwaard. En heeft hij, maar hij heeft zijn hoofd dan in zijn hand of zo. Oh, en dan, sick. Ja, ik en zie wat is zijn line of sight dan? Dat weet jij niet, want hij is nou onthoofd. Maar en dan gaat het weer verder. Fucking vet. Het feit dat hij zijn hoofd in zijn hand had, is wel heel cool inderdaad. Ja, ja, hier ben ik echt door verrast. En dat is echt iets nieuws. Ik dacht van, oh nee, toch. Ja, ik ben er echt door verrast. Dus dat vond ik wel een vermelding waard in de epische basislijst. Ja, ik moet je wel zeggen, ik denk dat ik denk niet dat het snel gaat gebeuren dat Sekiro nog getopt wordt qua levelbazigheid. Ik bedoel, wat zij hebben gedaan, eigenlijk al die. Ik hoor nog steeds, toevallig vandaag hoor ik Skate weer iets zeggen in een app over een specifieke levelbos waar Koos dan gestrand was. En dat.
al die personages leiden een eigen leven. En dit was van Sekiro. Van Sekiro ook, inderdaad, ja. Ja, en ik geloof dat Koos tijdens een livestream de epische woorden zei, maar ik drukte op L1. Ja. Maar het had geen effect. En dus dan wordt hij helemaal gek, zet die PlayStation uit volgens mij. Dus dat, Ja, dat kan. Als het een beetje, als de input laggy verwerkt wordt of zo. Ja, ik weet maar niet. Maar ik druk op L1, ja, dat maakt dan een hoop verschil. Ja, nou, timing is heel belangrijk bij die game. En ja, dat is het ding. Maar goed, inderdaad, qua design en qua creativiteit is Sekiro staat mijlenver voorop met level bosses. Ja. Ze zijn echt gecreëerd. Ze zijn met liefde gecreëerd. Maar het gevaar van Sekiro vind ik wel dat het heel lineair is. In die zin, er zijn bepaalde bazen. Ja, je kan gewoon niet verder in het spel om sterker te worden tenzij je die baas verslaat. En dat vind ik met Madame Butterfly vond ik dat best wel een groot issue. Mm-hmm. Dus dat maakt, ja, dus sommige bazen zijn zo lastig dat ze echt als een bottleneck in de game fungeren. Ja, maar omdat het is een eindbazen game. De doelstelling is gewoon, sterker nog, de eerste keer dat je een gevecht hebt, dan voelt de eerste tegenstander voelt als een eindbaas. Dat je nog niet door hebt hoe het werkt. Maar dat het wordt alleen maar moeilijker. En het wordt niet een beetje, er is gewoon een learning curve, die gaat zo recht omhoog. En dat vond ik bij Sekiro bizar. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Heel stijl die ja, een soort van, oké. Okay, ze durven ook echt gewoon spelen. Gewoon, nou, je hebt hier deze game is best wel duur, €60 of zo. Ja. En dan is het van, kan je niet langs? Oké, okay, nou, ga maar ander spel spelen. Ja, maar dat is het. Je wordt echt als een sukkel behandeld door de game. Ja. Nou, dat vind ik ook wel tof. Vernedering, waar ik het wel. Ja, dat is tof. Dat zie je niet veel bij games inderdaad. Ja, dat is heel cool. En het is een dure productie ook nog. Dus kun je nagaan. Dat ze lopen het risico dat mensen die game niet gaan kopen. En dat is het niet gebeurd. Dat is wel een succes geweest. Ja. Dat, vet. Inderdaad. Ja, laat maar weer zien. Dat is ook hoe ik erin sta. En allemaal wat ik ook doe als gamer, maar ook als schrijver en zo. Als je de visie goed neerzet en je gaat met 100% kwaliteit voor die visie, weet je, dan komen de mensen wel achteraan. Ja. En niet proberen om het te verwateren en om er iets anders van te maken dan je eigenlijk wilde, in de hoop om een grotere doelgroep te bereiken. Want dat betekent alleen maar dat je concept minder puur wordt en daardoor kutter wordt. Ja. Dat is ook wat er bij Resident Evil mis is gegaan. En dat was altijd episch en toen wilden ze op een gegeven moment mainstream worden, toen werd het Hollywood. Weet je? Ja. Dan verwater je de puurheid van je artistieke visie. Ja. En dat is kut. En voor een nageslag ook kut. Want mensen willen eigenlijk toch proeven wat jouw unieke onderscheidende eigenlijk paradigma was. Hè? Jouw unieke onderscheidende uitbeelding van dat idee dat jij had. Ja. En dan denk ik in games is het precies zo. Absoluut. Nee, maar ik weet zeker, als jij de designer bent van The Guardian Ape, dan gaan over 20 jaar gaan mensen nog hebben over van, weet je nog, The Guardian Ape, hoe sick het was, dat hij zijn hoofd eraf was en dat hij hem in zijn hand had en met zijn zwaard kwam. Ik bedoel, dat is gewoon cool, man. Dat is gewoon vet bedacht. En dat laat je gewoon na aan de wereld. Dat is absoluut. Cool. Ja. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Komen we op 4. En dan heb ik genomen Burnt Ivory King. En dit is een baas uit de DLC van Dark Souls 2. En wat ik met name, nou, dit doet een beetje denken aan de Hobbit. Hè? Op een gegeven moment heb je dan Sauron, die ook uit de duisternis komt opzetten. Omringd ook door vlammen en schaduwen. Maar wat ik zo vet vond aan die Ivory King, is dat eigenlijk zijn baasgevechten in Dark Souls zijn altijd 1-1. Mm-hmm. Of het nou een gigantische draak is, of het nou een ridder is, of een tovenaar, of wat dan ook, is altijd 1-1. Maar wat ik hier nou wel vet vond van de Burnt Ivory King baas, is dat je in het level voorafgaand aan de Burnt Ivory King, dat je ridders kan bevrijden. Ik was ook bij die Burnt Ivory King van, what the fuck is dit? Wat is het moeilijk? Maar toen kwam ik dus achter, toen ik nog eens een keer door het leveltje ging, dat ik dus die ridders erbij kon halen. En dat maakt het wel ietsje makkelijker. En dan heb je ook het gevoel dat je niet alleen staat. Dus het is ook, je loopt naar die baas toe en dat is een gigantisch ravijn waar je in neerdaalt. En dan zie je dus al dat vuur voor je opdoen en je weet, hier gaat het gebeuren. Maar ik sta er niet alleen voor. Ik moet je wel zeggen dat die ridder het niet lang heeft volgehouden. Nee, dat is waar. Maar kijk, dus Dark Souls, elk tikje wat je kan geven is heel dankbaar meegenomen. Ik vind het wel grappig, want ik heb Dark Souls nooit gespeeld. Het is nooit helemaal mijn ding geweest. Ja. Ik had altijd een beetje een grijze, grauwe game. Maar als je kijkt hoe dit eruit ziet versus Sekiro, dan heb ik echt zoiets van, wow, wat is Sekiro ver gekomen. Weet je? Ik bedoel, wat mag ook wel, want het is weer nieuwe next gen. Ja, daarom, snap ik. Maar toch, het is echt een hele generatie verschil. Het is fucking goed. Cool, Dark Souls. Ik ben benieuwd of je nog iets hebt. Dit mocht natuurlijk niet ontbreken. En op 3 heb ik Ganondorf. En ook eigenlijk het paleis al. Dat je dus zo'n spiraling staircase hebt. Waar je dus langzaam naar boven over het tapijt naar boven loopt. Hè. Mm-hmm. Plechtstatige muziek op de achtergrond. Ja. En dat je dan de basisroom binnen gaat. En je weet van hier gaat het gebeuren. Weet je. Ik heb al die 7 sages gered in die hele game. En dit is echt gewoon de boss battle der boss battles. Ja. En dan zit hij achter het orgel. Zit hij muziekje te spelen.
En dan Great begint King het gewoon of echt. Evil. Ja. Een goede titel, Great King of Evil. Absoluut. Boom, zo begint het ook gewoon. Ja. En dit is ook het geluid wat hij maakt met de Ganon Punch in Super Smash Bros. Melee. Het is wel jammer dat ze dat bij Brawl een ander geluidje van hebben gemaakt. Maar hij, die felle schreeuw die hij heeft als hij op de grond stampt, is ook precies het geluidje wat hij maakt bij de Ganon Punch. Vet. Ja. En hij heeft ook een summon ability, heeft hij ook trouwens, waarmee hij... Arms of Darkness heet dat dan, waarmee die ook nog allemaal duistere spiralen op je kan afschieten en zo. Maar het is ook zo vet, weet je. Zo ultiem. En de muziek van dit baasgevecht is ook echt een van de mooiste baasgevechtmuziek ooit. Oké, dat is ook heel belangrijk. Absoluut. Want de hele scène is een beloning, want dit is letterlijk aan het einde van de game, toch? Ja. Welke Zelda was dit? Ocarina of Time. Zelda, wat nooit meer getopt is. Nee, inderdaad. Misschien nu wel gaat gebeuren. Er gaan geruchten dat er een nieuwe Zelda aankondiging is. Ja, maar ik denk dat Nintendo dit niet meer kan, omdat ze te erg op kiddie-markt georiënteerd zijn. En dit durft nog wel een beetje spooky te zijn. Ik weet het niet hoor. De laatste Zelda was best wel volwassen in bepaalde opzichten. Ik heb er toch wel wat filmpjes van gekeken op YouTube, maar ik vond het toch een beetje te veel Wind Waker-achtig. Ja, dat vond ik dus ook best wel goed. Maar goed, smaakverschillen. Ja, dat is waar, Boris. Nou, dan komen we op 2. En dan heb ik Sir Henry van No More Heroes. Een obscure game eigenlijk. Ja, toch maar ook wel weer een cult klassiek. Ja, echt wel een game die me ook op een andere manier toch wel naar de wereld en het stedelijke, vooral het verstedelijkte, heeft laten kijken. Heb je dit met de Nunchucks gespeeld? Ja, zo hoort het. Zo hoort het. Op de Wii. Hè? Ja. Zo hoort het. Ik vond dit echt zo'n vette game. Ook omdat je met Nunchucks speelt en met Wii, voelt het ook... Het geeft toch wel immersion die je met een normale controller niet hebt. Ja, ik ben heel erg allergisch. Ik voel me zo'n debiel met die dingen. Ik vond het wel een gimmicky, ben ik wel erg allergisch voor normaal. Maar ik vond deze game werkte het wel echt. Ja, ik vond de stijl van deze game was echt super cool. Het was een soort Hongkong noir of zoiets. Ja. Een soort Tokyo noir, ik weet het niet. Maar... ook met Kafkaeske ondertonen. Er dus werden echt ook referenties gemaakt. Ja, ze hadden zoveel meer uit deze franchise kunnen halen, weet je. Het is volgens mij nooit een succes geworden. Er zijn er 2 geweest, dacht ik. Ik weet niet zeker, 2 dacht ik. Ja, het is gewoon nooit een succes geweest. Ik begrijp niet helemaal waarom, maar ik denk dat de Wii heeft ermee te maken. Dus mensen kochten een Wii en er zat een Wii Sports bij en kochten nooit meer een andere game. Er is nooit in de geschiedenis een console geweest waarbij er zo weinig games werden verkocht per verkochte Wii. Mm. En het grappige is dat bij Switch nu het tegenovergestelde is. Dat mensen echt 6-7 games kopen per Switch. Ja. Maar goed. Maar toch had de Wii wel wat aardige games, zoals Mad World en zo. En helaas, het is nooit meer... Resident Evil 4. Resident Evil 4, maar dan ook de remake. Want dan had je ook ADA Separate Ways, wat je niet had op die GameCube-versie. Maar het ding is wel, Nintendo is de kiddie geworden. Ze hebben ook gewoon gezegd, we besluiten dat we ook kiddie willen zijn of zo. Dus dan wordt je hebt geen kinderen, Sid. Dat is het hele ding. Je gaat het waarderen. Zodra je kinderen hebt, ga je dat waarderen. Ja, maar ik wil games van mezelf spelen. Dat denk je. Dat denk je. Er is nog een wereld aan herbeleving van je eigen jeugd door de ogen van je kinderen. Ja, dat lijkt me ook wel cool. Maar dan moet ik eerst even onder mijn beroepsverbod uitkomen. En dan ga ik een gezin stichten. Ben ik nog een plan, ja. Mooi. Maar het ding is wel ook inderdaad... Ja, kijk, toen ik zelf tiener was, ik kon nog wel zien dat er een bepaalde horroratmosfeer toch nog wel werd geprobeerd om neer te zetten. Bijvoorbeeld dezelfde Ocarina of Time. Dus die Death Hand en een bepaalde triestigheid die op een gegeven moment over het dorp neerdaalde. En skeletten en zombies en graven en kerkhoven en zo. Die werden nogal geprobeerd om een soort echte Temple of Shadow. Het motto was ook greed and hatred. Dus het gaat ook echt om de duistere kanten van de mens. Ja. De duistere kanten van de menselijke ziel worden hier in deze tempel eigenlijk vereerd of tentoongespreid. Daarna is dat nooit meer zo gelukt. Zelfs dat deel werd ook geleidelijk aan verkiddied of zo. Ja. Of er was ook iets met de grafische toestand te maken. Dus dat was nog net mogelijk. Het gaf wel een bepaalde enge vibe af. Maar de graphics waren nog niet realistisch genoeg om het dan ook echt maar eng te maken. Dus het kon eigenlijk nog een beetje inzweven tussen enerzijds kiddie en anderzijds toch nog wel dat er een bepaalde toch deprimerende... ten neergeslagen triestheid qua angst. Je hebt gelijk. Naarmate de graphics van hardware beter werd, is Nintendo voorzichtiger geworden met die enge depressieve shit. Absoluut. En de engheid van, weet ik veel, als je nu naar die nieuwe Luigi's Mansion kijkt of zo, dat is eng. Nou, het is Disney-achtig eng. Weet je, ik bedoel, het is de grote vriendelijke reus eng of zo. Ja. Weet je, zo voelt het een beetje. Ja. Maar ik kan het wel waarderen, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, precies. Maar jij hebt het perfect geformuleerd, Boris. Daar ben ik 100% mee. Cool. Nou, dan... Nummer 2. Ja,
Nou, dit was nummer 2. En dan komt nummer 1. En dit is de baasgevecht. Dit is het baasgevecht. Dit is nooit meer getopt. Okay. En ik vraag me af of het nog getopt gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is de Senator uit Metal Gear Revengeance. Jesus. Nooit gespeeld. Dat is echt wel een lag. Dat moet je nog een keer goed maken. Kijk nou. Dit is de baas der bazen. Ook alles wat hier nou alles wat hier naartoe leidt, is ook ene cutscene naar de andere. En die senator, die legt ook Raiden uit. Die zegt van, ja, kijk, je kan me neerzetten als een soort cynische politicus. Het gaat alleen maar om money. Het gaat alleen maar om votes. Alleen maar om approval ratings. Maar nee, weet je. Hij zegt, je moet af van deze decadente cultuur. Waar mensen alleen maar om roddels over beroemdheden. Hè, dat moet helemaal met de grond toe worden afgebrand. Dat we niet meer door je advocaten worden geregeerd. Weer een moralistische insteek. Ja, ik vond het echt episch. En hij zegt ook letterlijk, make America great again. Niet. Echt hij waar. Zegt niet make America dat great again. Dat zegt hij echt wel. Niet. Ja, dat zegt hij echt. Hij zegt niet make. Hij zegt het echt. Ja. Dat ga je, ik serieus. Ik meen het 100%. Echt waar? Ja, hij zegt het in een dialoog. Make America great. Dan zegt die game, make America great again. Jezus, ja. En dat heeft niemand ooit als meme voor Trump. Ja, ik denk het wel. Maar het is natuurlijk ongesneeuwd in de stortvloed aan memes en ideeën. Als we het over geniale dingen hebben. Wat ik vind sowieso de gameplay van deze game echt geniaal. Niet alleen maar vanwege de senator, maar ook gewoon de snelheid en het pareren. En alles wat in Sekiro zat, het eigenlijk ook al in Metal Gear Revengeance. Wanneer kwam die game uit? Weet je dat toevallig? Ja, 2011 volgens mij. Ja, zoiets. Het is echt ver nou pre-Trump is dat. En dat ja, gewoon... daarom. Denk je dat Trump deze met elkaar heeft gespeeld? Ik denk dat Trump geen videogames speelt. En dat is misschien denk je niet? De auto voor. Misschien, ja, dus een beetje misschien is hij vreet hamburgers en pizza's de hele dag. Dan kan hij toch ook wel die ik hoop het. Misschien dat hij gewoon helemaal, dat hij de senator speelt. Is van, dit moet hem worden. Dat ben ik, man. Dat is mijn line. Maar de senator is echt een episch verhaal. Want meestal is het een beetje, kijk, mijn grote probleem is, en dan hebben we het eigenlijk, trekken we het even breder, maar James Bond. Hè? Dus echt James Bond in de Koude Oorlog was het communisme tegen het democratisch kapitalisme. En dat zijn twee duidelijke ideologieën die tegenover elkaar staan. Maar nou heb je, eigenlijk is het de vijand van Die Hard of de vijand van James Bond. Het is eigenlijk gewoon iemand die een miljoen van de overheid. Ja, het is altijd een terrorist of een Russische drugsbaron of wat dan ook. Het gaat om iemand die puur door materieel gewin gedreven is. En daar gaat het allemaal om. Het is gewoon hedonisme uiteindelijk. En wat die senator echt zegt van ik gedraag me als een hedonistische politicus, maar ik word door het systeem gedwongen om dat te doen. Maar wat ik eigenlijk wil is dat mensen weer vechten voor authentieke idealen. Dus als jij wil vechten voor vrijheid, dan mag dat. En als jij wel andere dingen wil vechten, dan vecht je vanuit een bezieling die uit jezelf komt, die intrinsiek is en niet opgelegd door hedonistische celebrity cultuur. Dus ik vernietig alles, die hele bureaucratische ring die we hebben opgebouwd om eigenlijk die authentieke wensen van ons, om die maar in te snoeren, in te dammen. Hè, de bureaucratie en de ambtenarij en de olielobby en de wapenlobby. Ik ga het helemaal plat branden, dus alleen nog maar de strijd om de vrijheid overblijft. We have to burn it down! Maar there's no saving it! Maar hij is wel de zo bad episch. Guy. Het is zo episch. Make America great. Absoluut episch. Oh, het is nul meer overtroffen, maar het gevecht is zelf ook. Die gast heeft 100% HP en elk zwaardstrookje wat je doet pakt 0,3% HP van hem af. What the fuck is dit? Maar hij is natuurlijk, als hij, hij echt staat voor individualistische vrijheid, dan is dat logisch natuurlijk. Ja, het is zo geweldig. Hij heeft ook nanomachines. Son, weet je wel. En, toen ik die baas voor het eerst speelde, ik speelde gewoon 11 uur 's nachts of zo, of 's avonds. Nee, dit moet gewoon gebeuren. En ik was 9 uur 's ochtends en ik was er nog mee bezig. En ik vond het nog steeds episch. Vet. Dus, ongelooflijk. Ik heb dat geduld niet. Maar ik wel. En het is me ook gelukt. En ik voelde ik me episch. Hij heet ook zo. Makes America Great. Senator Armstrong Makes America Great Again. Ik ga deze... the weak will be purged. And the strongest will thrive. Echt, free to live as they see fit. Ja, volgens mij het kan ook later. Mijn schatting is in 2011. Geniaal. Ja, vier voor Trump in ieder geval. Maar dat Metal Gear is sowieso geniaal. Want ook als je kijkt naar Metal Gear 2, en dat vond ik een beetje een faalde game. Want iedereen dacht dat je te Snake ging spelen, maar je ging Raiden spelen. Oh, dat is schijt. Maar de einde was wel geniaal. Dan gaan ze het echt hebben over algoritmes en AI's. Maar dat vind die ik voor de mens gaan beheersen en gaan censureren. En dat is precies waar we nu in zitten. Maar dat je daar gekomen bent, man. Ik ben al volgens mij halverwege die game was niet eerlijk afgehaakt. Omdat ik het zo kut vond. Ja. Die 30, 40 minuten durende domme dialogen. Ja, eens. En het was niet dat het intelligente dialogen waren. Ik kan me letterlijk nog een dialoog herinneren. En die ging van, en had je die stomme secretaresse van je, die ging je opbellen. Ja. En die ging een verhaal vertellen over dat de Sears Tower in Chicago de hoogste toren van Amerika was. En dan zegt Raiden. Raiden, die zegt dan van nee, dat misschien is dat ook wel uit
Snake, misschien wel later. Ik weet en een baas op rollskates die met een soort koude spray moet bommetjes ontstaan. Ja, het gaat helemaal nergens over. Maar inderdaad, en dan krijgen ze de discussie of de Twin Towers hoger zijn of dat die fucking zit daar. En ik heb echt zoiets van, waar de fuck ja, ben ik mee bezig? Ik vond ook dat die game nergens weer naartoe ging, maar... Ja. Ja, ik had toch gelezen dat het wel episch was of zo. Vond, nou ja, moet dan wel episch. Maar het was ook episch op het einde. Maar die dialoog. En dan heb je toch op een gegeven moment dat de government dan zegt van ja, wij zijn de overheid. Maar eigenlijk zijn we in een soort artificial intelligence. Hè, door de stortvloed van data op het internet. Daar zijn wij op een willekeurige manier geëvalueerd. Eigenlijk een beetje als de eerste microben die door puur toeval, door blootstelling aan UV-straling geëvalueerd zijn tot levende organismen, tot complexe eiwitten. Zo zijn wij ook willekeurige databrokjes die zich aaneen hebben geklampt tot denkende algoritmes. En we hebben nu besloten dat jullie mensen te veel data op je krijgen. Dat jullie mensen er niet voor gebouwd zijn om zo belachelijk veel informatie op je te krijgen. Dus wat wij gaan doen, is wij gaan nu even bepalen wat cultuur is en wat niet. En wij gaan zelf bepalen wat geschrapt gaat worden en wat gecensureerd gaat worden. En dat AI's dat dus gaan bepalen. Ja. En wij zijn al in de White House, dus je kan ons niet meer tegenhouden. We zitten in alle software. Ja, en dat onthuld wordt op het einde. Ja. Maar dat zitten we nu middenin. Kijk naar Google. Kijk naar die gesprekken die we weer hadden over AI's. Kijk naar censuur op Twitter. Ja. Dat is precies wat nou gaande is. Het is bizar. Dat politici kunnen niet meer bolwerken en leggen het probleem neer bij tech-giganten. Ja. Tech-giganten leggen het probleem neer bij algoritmes. Kojima wist het toen al dat het ging gebeuren. Ja, episch. Die man is een visionair. Episch. Maar hij had Trump ook voorspeld, kennelijk. Ja, blijkbaar, Ik weet niet of hij dit gemaakt heeft, maar het is wel episch. Ik ga er onderzoek naar doen. We moeten nog een keertje over deze game. Dat gaan we doen. Ja, dat gaan we echt doen. En ik wou nog twee comments maken. Ja? Dingen die nog niet opgelost zijn in baasgevechten. Echt twee belangrijke comments. Mm-hmm. En het eerste daarvan is eigenlijk dat... Normaal, zo stel wij gaan vechten. Mm-hmm. Hè? Maar ik word een moe in het gevecht. Ja. Dat zie je ook in MMA, weet je. Of in kickboksen. De meest spectaculaire acties gebeuren meestal in de eerste twee rondes. Ja. En op het einde is iedereen toch moe. En dan merk je echt dat hun lichaam uitgeput is. En ze staan wankel, want ze hebben al 20 low kicks geïncasseerd. En in baasweg is het altijd andersom. Dus hoe meer pijn ik die baas doe, dan gaat hij naar een fase die nog sterker is. En die nog groter is. En ik hak armen af en ik hak benen af. Emotie, hij wordt boos. Hij wordt nog sterker. Ja. Het slaat eigenlijk nergens op. En een gevecht is precies andersom. Hoe meer schade ik jou toericht, hoe zwakker jij wordt. Maar in een baas is het precies andersom. Dat een tweede fase van een baas altijd sterker is dan een eerste fase. En dat is nog steeds niet opgelost. Maar ik vind, je hebt gelijk als je het hebt over MMA of over kickboksen of dat soort dingen. Maar je hebt niet gelijk als je bijvoorbeeld hebt over voetbal. Als je het over teamsport hebt. Okay. Daar heb je namelijk wel dat de emotie van de wedstrijd kan leiden tot een team wat boven zichzelf uitstijgt. En dat wil niet zeggen dat iedereen opeens superkracht krijgt. Maar als iedereen één stapje doet, dan kan je hele team kan in één keer een soort van dat gevoel hebben. Die scheur. Zijn kleren uit. Scoort nog twee doelpunten. Vijf minuten voor tijd, bij wijze van spreken. Ja. En dat gebeurt in teamsport. Daarom vind ik teamsporten leuker om naar te kijken dan individuele sporten. Okay. Omdat je dat... De groepsdynamiek. Ja, en daar zit meer emotie in, inderdaad. En ik vind... Ik bedoel... Een laat ik zo zeggen, de beste UFC-matches zijn matches waarbij je betrokken bent bij de vechters, bij de emotie, mm-hmm. bij de atleten, de verhalen en de context waarin het gebeurt. En dat is te vaak nep, weet je. Dat is te vaak gewoon van, weet je, die worstel shit van WWE. Ja, die shit, dat van, ja, je hebt je vrouw genuikt, whatever. En dan nu kom ik met een klapstoeltje aan. Ja, maar toen ik kind was, vond ik WWF echt wel cool. Ja, ik ook. Ik speelde het ook na met andere kinderen. Tuurlijk. Ik ging elkaar met stoelen slaan, die helemaal uit de hand was, gewoon episch. Maar toen tof was, maar op een gegeven moment word je volwassen, heb je zoiets van deze neppe shit, ik geloof het wel, weet je. Je ziet ook gewoon, de vuist gaat ernaast op en dat zie je als volwassene wel. Nee, ik vind juist die poging van developers om emotie in die games te proppen, echt bijna dat te dwingen. Ja. En dat door middel van, wat? Jij haalt 50% van mijn health, nu word ik echt kwaad. Je hebt mijn hoofd afgehakt, nu word ik echt, nu zul je het zien, weet je. En eigenlijk in films is dat toch ook zo, weet je. Ja, maar dit eindigt dan dat je dadelijk je dochtertje uit brandende huizen moet redden, omdat het zoveel emotie in je moet opbrengen. Ja, en je hebt het over Evil Within 2, wat echt fucking verschrikkelijk was. Maar je hebt gelijk, weet je, dat als die emotie, als die moed, dan wordt het heel pijnlijk. Dan wordt het echt pijnlijk. En vooral als gewoon developers niet van huis uit goede cijfers zijn. En dan maar dat soort onzin op je dat gaan. Dat was echt wel merkbaar in Evil Within 2. Maar dat met die kinderen, die troef met die kinderen, van je vrouw en je kinderen, zijn vermoord, ontvoerd. Ja, Max Payne eigenlijk, de oude Max Payne heeft het ook al gedaan. Daar was het al slecht. Sam Fisher hebben ze een keer gedaan, omdat hij was een nietszeggend personage. En volgens mij hij moest een karakter krijgen. Ja, je moest weten wie hij was. Dus kreeg je een soort flashback naar vroeger zijn kinderen en iets met drugs en weet ik van, hier was dood. En nou goed, whatever. Dat soort. En het is gewoon een troef die gespeeld wordt. Van dan maar vrouw en kinderen. Want dan heb je dan
voel je dat wel. Ja. Weet je? Als je geen dan vrouw... gaat het eigenlijk om de wraak en niet om de opener. Dus... Daarom, ja, inderdaad. Dus dan, maar ik vind dat is vals sentiment. Maar toch, als je een baas hebt en je pompt er honderden kogels en raketten in. En dan schijnt er vanuit dat al dat spierweefsel kapot gaat. En dat al die panzers langzaam uiteen beginnen te bladderen. En hoe kan het dan dat ze steeds sterker worden en steeds verder muteren? Dat voelt ze mij toch een beetje... Vanwege hun moraal, de moralistische boodschap. Okay. Die toch wel heel belangrijk is dat die wordt doorgevoerd. Make America great again. En dan komt die nanomachines. Jij stelt al de damage weer. Daarom, ja, zoiets. Ja. De boodschap moet verspreid worden. Ja, dat is denk ik wat zo'n game dan, wat die makers toch... En nog één ding, en dat is eigenlijk een beetje paradoxaal. Hè. Eigenlijk elke boss of elke veld of elk tactisch meesterbrein / evil genius, hè, de Great King of Evil, heeft altijd een hoop hulpjes. Ja. En je moet eerst al die hulpjes doormidden hakken voordat je bij die baas komt. En dat is ook wel nodig, want het kan niet meteen bij de baas beginnen. Je moet een beetje opbouwen en dan moet je een beetje leren. En ja, je moet wel een verloop hebben, je moet wel van A naar B gaan. Er moet een weg afgelegd worden, er moet een parcours genomen worden. En dat maakt dat elke baas eigenlijk een beetje hulpjes heeft. En trawanten en handlangers en zo. Die moet doorhakken voordat je bij die baas zit. Maar ja, kijk, als die baas eigenlijk de ultieme vechtsporter is, of als die baas de ultieme... anabole freak is die met zijn handen stalen kabels uiteen kan trekken. Weet je, waar heeft hij al die hulpjes dan voor nodig of zo? Weet je, dat vind ik ook een beetje een ding. Maar dat komt omdat het in die games altijd om kracht gaat. Ja. Terwijl films zijn veel qua verhaal, in ieder geval qua verhalen, veel verder geëvolueerd. Ik bedoel, kijk naar de Austin Powers, waar de bad guy eyed the cat, wat een soort parodie was op James Bond, waar je op een gegeven moment ook die Persische kat. En Professor Gadget en zo. Dat soort eindbaat. Dat waren gewoon de genius, de masterminds. Alleen, dat is voor videogamemakers en zeker in de jaren 80, 90 heel moeilijk geweest om dat in games te brengen. Tegenwoordig is het veel makkelijker, weet je. Of makkelijker. Het is niet makkelijk, maar als je kijkt wat Sony doet met The Last of Us en dat soort games, daar dat zit vol van emotie en filmtechnische verhaalvertelling. En ik moet je zeggen, Kojima is wel een van de eerste die dat ook deed in zijn Metal Gear Solid Sons of the Patriots, dat hij echt daar filmtechnische trucjes uithaalde eigenlijk. En dat is zeldzaam. Hij was de eerste die dat deed. Ja, als je in het filmtechnische trekt, dan zou ik het eigenlijk betrekken op Bruce Lee en dan Games of Death. Dus dat hij de maffiabaas waar hij mee moet afrekenen, is er helemaal bovenin. En dan komt steeds een verdiepingje hoger. En dan komt steeds weer een sterkere vijand. En dan komt er een sterkere boef die hij neer moet trappen. En dan kan hij weer een trap op. En dan staat daar weer iemand op te wachten. Net zolang tot hij helemaal bovenaan is gekomen. Maar dat zit heel erg in martial arts. Hè? Dus dat zit ook een beetje... Ja. Je hebt de groene band en de gele band en whatever. Totdat je er helemaal van level bent. De dam en het levelen precies. Hè? Daarom, dat zit daar heel erg in. Dus ik kan me voorstellen dat ook in de Oost... Maar als jij echt een epische baas bent. En als jij eigenlijk de ultieme bedreiging bent. Ik ben niet alleen... tactisch het meeste brein, hè? Dat je de meeste netwerken kan leggen en de meeste mensen kan manipuleren en het verste in de toekomst kan voorzien en daar naartoe stuurt met een heel complex plan, hè? Dat je kracht is als supervillain. Maar je bent ook eigenlijk de beste martial artist met het perfecte robotpanzer wat raketten kan afschieten en weet ik het allemaal wel niet wat, en nanomachines en zo. Ja, waar heb je al die guardians voor nodig, weet je? Al die lijfwachten en alles wat er helemaal omheen is gebouwd. Dat doet er eigenlijk juist afbreuk dan aan de puurheid van jouw bad guy zijn. Als je al die, als je al die trawanten en al die lijfwachten dan nodig hebt. Ja, maar misschien heb je die nodig om de waarheid te beschermen. Ik bedoel, Trump is de ultieme bad guy, eindbaas, bij wijze van spreken. Ja. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk de directeur van Lockheed Martin... samen met de directeur van Goldman Sachs en Rupert Murdoch... en weet ik veel wie die allemaal bij elkaar zitten en eigenlijk gewoon dienst uitmaken. Ja. En gewoon de president uitkiezen en dat geheim moet beschermd worden. Okay. En daar heb je ze misschien, zoiets eigenlijk. Ik verzin maar wat. Geen idee. Ja, doe me denken aan de film Equilibrium. Hè. Daar eindigt het ook met Preston en je denkt allemaal dat Brands, hè, dat is een beetje een gespierde, donkere man die ook goed met een samurai zwaard kan vechten, dat hij de eindbaas is. Maar dat is niet zo. Hè. De cleric, dat is dan gespeeld door de acteur ook van Batman en van American Psycho. Nou, die hakt er in twee zwaardvegen
doorklieft hij die brands. En dan blijkt eigenlijk dat die dikke bureaucraat achter zijn bureautje gezeten, dat die eigenlijk de eindbaas is. En dat hij zo'n pistool heeft dat hij super snel mee is. En dat is ook wel een hele mooie ontwikkeling. Aan het einde van de film Equilibrium. Ja, nou, het is ook in veel maffiafilms is het ook zo dat de werkelijke Godfather altijd probeert uit de schijnwerpers te blijven en iemand naar voren schuift en zegt van dit is de werkelijke Godfather. Ja, net als in Nederland dividendbelasting. Wie kwam dat ten goede dan? Vertel mij. Ja, ik voel in het diepst van mijn vezel dat het goed voor Nederland is. Ja, daarom. Ja, maar Rutte, Rutte is niet die einde. Die doet dat gewoon een opdracht van de directeur van Unilever en van Shell. Weet ik het, ja, inderdaad. Jij zegt het. Ja, lachen man. Nou, super. Hey, dankjewel voor dit eindbaas. Het was weer episch, Boris. Dankjewel voor de uitnodiging. Tot de volgende. Tot de volgende.